kant kijken of hij hem eruit kan krijgen. Ja, dit is de grootste kul en onzin wat we de afgelopen jaren hebben gehoord. Heeft u de uitspraak gelezen van de rechter wat hij gezegd heeft? Hoe vaak komt het woord stikstof daarin voor? Komt er helemaal niet in voor? Waar gaat het om? Europa vraagt niet om stikstof. De uitspraak heeft niks met stikstof te maken. Die vraagt alleen om een gunstige staat van natuurgebieden. Dat heeft niks met de stikstof te maken. Even voor mijn begrip, meneer Oblaat. Hebben we in Nederland een stikstofprobleem? We hebben absoluut geen stikstofprobleem. Het is een gecreëerd probleem. De habitat- en vogelrichtlijn, wat er in het verleden over ging, komt het woord stikstof niet in voor. Ja. In de uitspraak, in de procedure die meneer Vollebroek heeft aangespannen, komt het woord stikstof niet in voor. We hebben onszelf vastgelopen in dit hele dossier. Het hoeft niet van Brussel. Er zijn andere oplossingen te bedenken en de natuur valt niet achteruit. Maar wacht even, meneer, want u zegt er zijn andere oplossingen. Als je geen probleem hebt, heb je ook geen oplossing nodig. Nee, dus laten we beginnen met de feiten. De feiten zijn... Nee, Hugo, om uit dat probleem te komen waar we ons zelf in hebben gemanoeuvreerd... door plotseling over stikstof te beginnen. En laat me even een vraag afmaken. Ja, graag. De natuur holt niet achteruit. Dat is ook een fabel. Dat is echt de grootste kul wat ik ook hoor. De biodiversiteit ook niet? Stikstof die zorgt ervoor... Dat er vergroend wordt. Door stikstof groeit gras, groeien bomen, alles groeit ervan. We hebben meer stikstof als nodig. Als je ervoor kiest door allerlei fundamentalistische ecologen... door alle heidevennetjes te willen maken... dan ga je voor miljoenen afplaggen, graven en geultjes en weet ik al niet wat maken. En je wilt dat in stand houden. Daar past geen stikstof op. En dat hebben we gekregen. En dat moet herzien worden. Uw voormalig partijgenoot Ed Nijpels.